absoluut. Jan Vermeijden? Ja, met de Jan Vermeijden. Sigaret JVHZ. Gefokt op... Gefokt in Stutboek, zangerzijde. Keurt... voor datzelfde stamboek. Zoon van Clinton, uit de moeder van Canaan. Met Jan Vermeijden in het zadel, die ook de eigenaar is van deze sigaret. Mooie hengst, die feiten een heel leuk springpaard is. Goed galopperend, goede manier. Tot nu toe een beetje wisselend in de prestaties. Maar dit gaat op. En ook die animo sprong. En heeft een goede afstand op die laatste. Ja, heel goed, heel goed. Tweede foutloze. Tweede barrage. En dus proberen beter te doen dan... de concurrent met Jackson de Rigaud en Jorik Vervoort. En dat wil zeggen, foutloos in eerste instantie. Dan is dat al sowieso beter. Maar toch ook maar in de gaten houden die tijd. Want als je dan onderweg een foutje maakt... Ja, die Jorik Vervoort, die heeft wel een oké tijd neergezet met 42-13. Ik denk dat deze combinatie het sneller kan. En als ik de eerste omloop zo bekijk, heeft hij vandaag de goede vorm echt te pakken. Dus het zit erin. Ja, goed door die dubbel. Dan laten galopperen, laten galopperen. Heeft een goede afstand, heeft een goede afstand. Top. Nou, hopen dat hij in balans blijft. Het was close. Viel een beetje stil boven die. Onorthodox, maar het lukte wel. En jawel. 42-92. Ja, ja, ja. Ja, Jorik Vervoort was sneller. Ja. Was sneller, ja. Maar ja. Hij heeft die 4 strafpunten gemaakt. Oké. Okay. Hij rijdt een foutloos. Ik dacht dat hij sneller ging gaan dan de tijd van Jorik Vervoort. Dan zo zie je maar dat als een hengst met grote galoppaden en dan toch net iets scherper. Ja, oké. Okay. Maar hij deed het foutloos. Dat is ook belangrijk. Kijk.